Hoi, goedemorgen. De energie van water had ik jullie beloofd om het daar eens over te hebben. En dat is iets waar we allemaal baat bij kunnen hebben. En wat we allemaal heel makkelijk kunnen toepassen in ons leven. Dus misschien wil je daar iets meer van weten. En dan hoop ik je daarover iets te kunnen vertellen in deze video. Nou, water is een hele krachtige energiedrager. Je kan ontzettend veel energie en data in water zetten. Dat is ook eigenlijk waarom het ook in de homeopathie zoveel gebruikt wordt. Ze verdunnen dan met zoveel water dat eigenlijk de werkbare stof niet meer herkenbaar is. En toch is er op energetisch niveau iets veranderd aan dat water. Heel bijzonder. Maar dat betekent ook dat milieuvervuiling, al zie je aan het water niets meer, toch kan het nog steeds die energie dragen van de vervuiling, van de fabriek waar het in gebruikt is. Dus daar kan nog steeds een soort restresonantie aan zitten. Ja, er is ontzettend veel te vertellen over water, dus ik moet eventjes in mijn, want ik had helemaal geen aantekening gemaakt wat ik jullie wilde vertellen. Dus ik moet het eventjes zo uit mijn hoofd doen. Nou, ik begin met het waterkristalorakel. Dit zijn hele mooie kaarten, maar die zijn gebaseerd op het werk van meneer Emoto. Ik zet een link ook weer hieronder. En meneer Emoto is een onderzoeker en die wilde aantonen dat water dus ook werkelijk zo'n kennisdrager is. Nou, hoe ging hij dat doen? Hij nam allemaal buisjes met gezuiverd water, puur zuiver water. En die gaf hij namen, labels. En hij liet ze luisteren naar bepaalde muziek. Naar vrolijke muziek, naar sombere muziek, naar klassieke muziek, naar death metal. Hij noemde ze liefde of vrolijk of blij of mooi. Of hij noemde ze lelijk of haat. Allemaal verschillende labels. Dus elk water was aan andere dingen blootgesteld. Zo moet je het eigenlijk zien. En hij wilde weten of dat water daar nou op zou reageren. En toen heeft hij dat water ingevroren en daarna plakken ervan gesneden. Nou, en dan krijg je dingen als dit. En dan krijg je hele mooie waterkristallen. Het is natuurlijk een beetje een lastig experiment, want geen enkele kristal is ooit hetzelfde. Dus al maak je nog een buisje waarop je liefde zet, dan is het kristal niet hetzelfde als het andere buisje liefde. Dan zal het enigszins van elkaar afwijken, maar het zijn wel altijd hele mooie kristallen. Hier, levenskracht heet deze. Dat is een mooie, hè? Genegenheid en dankbaarheid. Dus een resume. Buisjes, zuiver water, labels, invriezen, plakken snijden. En dan zag je dus die kristallen. En die kristallen van mooi, lief, aardig, klassieke muziek, vriendelijk, dankbaar, waren hele mooie kristallen. En de onaardige woorden en de death metal muziek, dat werden geen mooie kristallen. Die waren heel grillig, druppelig, die vloeiden. Sommige werden helemaal geen kristal. Dus daar zat een ontzettend groot verschil in. En omdat wij dus voor 60% uit water bestaan, kun je een link leggen met als iemand iets aardigs tegen je zegt, waarom jij je dan dus meteen ook prettig voelt. Want dat vocht in jouw lijf gaat meteen mee resoneren als iemand zegt, wat zie je er mooi uit vandaag? Of wat ben je toch een aardig persoon? Of wat doe je hard je best? Of iets aardigs zegt, ga je meteen, gaat jouw energie omhoog. Je resonantie gaat omhoog. En zo is het dus ook. Als er dus vervelende dingen gebeuren in je omgeving, je ziet vervelende dingen, je hoort vervelende dingen. Daarom kan je zo snel eigenlijk daarop reageren, energetisch, dat je dan denkt, waarom voel ik me ineens zo akelig? Maar dat kan dus zijn door iets wat iemand zegt, of een muziek wat je hoort, of iets wat je leest. Iets wat je energetisch consumeert, geestelijk of lichamelijk, kan jouw trillingsgetal heel erg naar beneden halen, omdat dat water daar dus heel goed op kan doorresoneren. En dat gaat door je hele lichaam natuurlijk, want je hebt je bloedsomloop.
En daardoor kun je dus heel snel je vervelend voelen, maar ook wel weer heel snel je prettig voelen. Wat zou je nou met deze mooie kristalkaart allemaal kunnen doen? Dit is trouwens, deze heet dolfijn. Moet je kijken. Koraalrif. Kijk, het zijn er echt heel veel, hè? Waarheid heet deze. Kijk dan. Nou, het meest makkelijke is gewoon... Deze heet liefde. Dit is het water van Lourdes en die heet liefde. Nou, kijk eens wat mooi. Je waterfles erbovenop. En dan laat jouw water op met deze vibratie. Alles is intentie, alles is energie. En als jij ervan uitgaat dat jouw water met deze oplaat, dan laat jouw water ook met deze op. Wat staat in dat boekje? Je kunt ook bijvoorbeeld deze in je badkamer zetten. En dan zal jouw badwater en jouw kraanwater, jouw douchewater, mee vibreren met deze. Waardoor je jezelf dus, moet je voorstellen, als je deze dus energetisch verbindt aan jouw douche, dan krijg jij dus een douche van Lourdeswater vol liefde over je heen. Wat dus ook weer wat doet met jouw lijf, want dat bloed gaat daar ook weer op mee vibreren. Dus dat kan niet anders dan dat je je daar heel prettig van gaat voelen. Dus je kan de mogelijkheden met water zijn echt eindeloos. Nou, wat ik in een ander filmpje al zei, bergwater, dat is zo mooi zuiver water. Dat is dan vaak ook nog in een hele mooie natuur. Als je daarnaast staat, voel je al vanzelf prettig het geluid van water. Want wij mensen hebben natuurlijk iets met water. Water is natuurlijk ons eerste levensbehoefte. We moeten natuurlijk tussen de 2 en 3 liter water per dag drinken om ons zo prettig mogelijk te voelen. Er is een boek dat heet U bent niet ziek, u heeft dorst. Van een, ik ga daar een link over opzoeken, van een dokter met een hele lange achternaam. Dokter Batman, nog wat. Maar ze noemen hem allemaal dokter Bat, omdat hij zo'n ingewikkelde naam heeft. En hij zegt ook, heel veel ziektebeelden is eigenlijk een tekort aan vocht. En een tekort aan vocht zorgt ervoor dat al jouw organen uitdrogen, eigenlijk in een staat van overleving staan. Omdat zij niet kunnen functioneren zoals zij willen functioneren. Dus daarom vul ik een aantal keren per dag zo'n enorme fles met water. Want water is het allerbelangrijkste. En daarnaast kun je heus iets anders ook wel drinken. Kun je heus een keer thee drinken of koffie of een glaasje wijn of een biertje of wat ook. Maar zorg echt dat je aan die 2 liter water komt. Als dat op peil is, kun je ook beter resoneren met die blije gedachten die je graag uit wil zenden. Nou, het waterkristal orakel is echt heel leuk. Ik ga ook kijken. Er zijn meerdere films die over ditzelfde gaan. Dus die ga ik gewoon hieronder zetten. Dus over dit, je hebt What the Bleep Do We Know. Dat gaat ook allemaal over resonantie. Je hebt er nog één, de wet van resonantie, van een Duitse maker. Ik zet wat links eronder en dan kun je daar eens kijken of je daar iets over kunt vinden. Ze staan niet op Netflix, voor zover ik weet. Wat je ook, wat je veel ziet in, ook in de spiritualiteit, dat mensen zo'n grote fles, doen ze bijvoorbeeld kristallen in. En dan gaat jouw water opladen met die kristallen. Met die energie van die kristallen. Wat mensen ook doen, is een fles water in het maanlicht zetten. Om juist jouw vrouwelijke energie wat meer kracht bij te zetten. Want de maan is een vrouwelijke planeet. En de maan heeft heel veel invloed op ons lichaam. En op water sowieso. Want de maan die zorgt dat we eb en vloed hebben. Maar de maan die heeft ook invloed op de vrouwelijke hormonen. Op de vrouwelijke cyclus. Daarom heet het ook de maanstonden. Je hebt je maanstonden. Wij noemen het nu de menstruatie. Maar vroeger heette dat je maanstonden. En die maanstonden die liepen ook altijd gelijk met volle maan dan wel nieuwe maan. Al nagelang hoe jouw lichaam op de maan reageert. Dus de maan is heel belangrijk voor onze cyclus, voor de vrouwelijke cyclus. Maar ook voor ons vrouwen belangrijk. Wij merken heel veel. De dagen naar volle maan toe, dan slapen we over het algemeen, slapen vrouwen dan veel slechter. Dat komt, wij hebben een connectie met de maan.
Wil je nou jouw vrouwelijke kant wat meer impuls geven, kun je dus water opladen, ook in het maanlicht, als het volle maan is. Dan zet je hem in het maanlicht en alles is intentie en vibratie en energie. Dus als het jouw intentie is dat die volle maan energie in jouw kan water komt, dan komt dat ook in jouw kan water. En zo kun je ook het opladen in de zon en dan krijg je weer die blije, warme, meer mannelijke energie van de zon krijg je dan binnen. Soms hebben wij wat meer kordate energie nodig en wat meer kordate en daadkrachtige energie nodig. Dan kun je dus juist zeggen, zet het in de zon en laat het op met zonne-energie. De zon is een mannelijke planeet en dan kan die kant van jou weer wat meer bekrachtigd worden. En de zon is ook een blije energie, een warme energie, waarbij de maan juist weer de tegenhanger is. De blauwe kleur, de koele kleur. Dus het is ook, dat moet je een beetje aanvoelen, weer voelen, wat voor energie je zou willen. Dus dat kun je ook doen. En dat kun je drinken en dan ga je daar weer mee resoneren. En zo kun je dus met water ontzettend veel. Nou ja, ik hoop dat ik hiermee een klein beetje informatie heb kunnen delen. En jullie ook geïnteresseerd heb kunnen maken in de energie van water en in wat water werkelijk voor je kan betekenen. Ik zet hieronder wat links die je na kunt lezen en die jou misschien nog meer kunnen inspireren. En dan zie ik je graag in een volgend filmpje. Tot de volgende keer.